Hey jongens, welkom terug bij deze Waasland Beveren Career Mode. En het is de allerlaatste aflevering van het eerste seizoen. En we spelen tegen Lokeren, onze grootste rivaal nu nog, voor de derde plaats. Dus als we winnen, zijn we zeker van de derde plaats. En dan spelen we Europees met Waasland Beveren volgend seizoen. Dus we gaan het gewoon proberen. We hebben tegen Lokeren denk ik nog geen enkele keer gewonnen dit seizoen. Dus we moeten het echt proberen. En we gaan er gewoon aan beginnen. Ik heb... ja, niet echt speciale dingen aan mijn team. Rowell start, ja. Niet speciaal eigenlijk. Oh, Storm is al door. Storm is al door. Storm op de palen. Kunnen nu toch niet meer, hè? Mijn batterij van mijn DualShock begint een beetje laag te worden. Maar Rowell, nee. Rowell, als ik nu Storm. De kans op de 0-1. Oh, op de 1-0. Wat zei ik allemaal? Ben in de war. Van Henkens voorgeven. En nee. Niet binnen. Oh nee, Lokeren komt, steppen, hoe moest die vangen? Oh my god, wat gebeurt daar zelf allemaal, maar de bal is gelukkig nog voor ons. Damn, ons team begint met weinig vertrouwen te spelen. Corner voor Lokeren in de 31ste minuut. Stress alom. Oh shit, ik moet hoesten. En hij zit dan toch wel zeker. Tijdens de hoest. Het was... niet door de hoest, denk ik. Oh shit. Sorry jongens. We staan dus 0-1 achter, hè. Abu Rahimi met de goal. Hier weggekopt, maar slecht weggewerkt. En ja, heel makkelijk binnen te tikken voor Abu Rahimi. En zo staan we achter tegen Lokeren. Kom aan, we moeten voor die gelijkspel spelen. Dan kunnen we er nog iets van maken. Maar Lokeren, ik zeg het, mijn zwart beestje. Allee, de eerste helft zit er dus op. We staan 0-1 achter. En Standaard is aan het winnen tegen Anderlecht. Dus oh, moesten we deze match kunnen winnen. Dan zit de kans erin dat we nog tweede of zo. Of zelf eerste kunnen worden. Want we moeten dan nog tegen Anderlecht en Brugge. Kom aan, team. Twee keer scoren in één helft. Moussounda. Moussounda. Oh my god, dat is toch penalty. What? Nee. Moussounda had de bal. Ah. Oké, okay, jongens, 85ste minuut en het moet nu gaan gebeuren. Ik zie het eigenlijk niet meer goed komen. Maar ja, je weet maar nooit wat we nog zouden kunnen. En kijk, nee, ja. Zo ballen, dan komen we er helemaal niet. Hè. Wedstrijd zit erop. 0-1 verloren tegen Lokeren. Allee, Lokeren komt nu gelijk met ons of op een punt, ik weet het niet. Anderlecht verliest, het was zo de kans, hè. Echt zo de kans. Brugge waarschijnlijk kampioen. Of wij hebben Brugge gedaan. Ook verloren. Oh my days. Kijk, Lokeren staat op 1 punt van ons. Ik had op 1. Oh man, 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 man. Toch. Damn it, ik laat het hier liggen. En nu nog Brugge en Anderlecht. Eerst Club Brugge. En Lokeren is voor ons gekomen. Want ze hebben hun wedstrijd gewonnen. Tegen Anderlecht. Amai. Zot, Lokeren kan ze nu zelf nog voor Anderlecht komen. We moeten winnen, het is all or nothing. Ja, Maru, 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 Maru. 1-0 voorsprong. Oh, check hier, wat een geluk. Hup, Ryan kwam net die salade uit zijn doel. En Umaru maakt 1-0 voor ons team. Nee, kom aan. 1-1. 39ste minuut. Wat een vroemelgoal. Kijk hier. Kijk, hè. Hup. En dan rolt hij binnen. Tuur Dirk zijn eerste doelpunt van het seizoen. En het is echt bij veel spelers dan altijd het eerste doelpunt van hun seizoen is tegen ons. Hè. Ah! Oké, zo beëindigen we dus de eerste helft met 1-1. Kan ik klagen? Waarschijnlijk niet. Maar ik had toch liever mijn voorsprong nog gehad. Ach ja, tweede helft probeert het wel of ja, nog een doelpuntje te scoren. Hè. Nee, gelukkig naast. Oh, we zijn weer aan het prutsen, hè. Oh, maar prutsen, prutsen. Umaru. Oh, Ryan pakt en nog eens. En yes, is het. Wie scoort er? Is dat Bourabia? Ik weet het niet. Het is alles in school. Ik denk het wel, Bourabia. Oh, 2-1 voorsprong tegen Club Brugge. Oh, het was Senorelli. Oh, Senorelli. Dat is nog veel beter. Nice. Oh nee, het 90ste minuut is er. En ze komen, hè. Ze komen, Brugge. Kom aan. Blijven blokken, blijven blokken, blijven blokken. Blokken, blokken. Nee, 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 nee. Oh, we gaan dat hier winnen, jongens. We gaan dat winnen. We trappen gewoon weg.
Kom aan. Koppen. Ja, nice. We winnen tegen Brugge met 2-1. Oh, nu nog één wedstrijd dit seizoen. Standaard speelt gelijk, dus we gaan ons niet meer pakken. We zijn sowieso vierde. Ah, we staan derde, hè. 44 punten voor Brugge, 43 Anderlecht en 41 voor ons. Dus ja, we kunnen op gelijke punten misschien van Brugge komen. Maar ja, meer ook niet. Ik weet niet hoe dat het staat in de schutterstand. Dan zou ik eens moeten kijken. Tabellen, kunnen we dat zien? Doelpunten tegen, doelpunten, bla bla bla. Dus ik denk als we een goede einduitslag spelen, dat we kunnen op de eerste plaats komen. Spannend. Wie speelt er tegen wie? Club Brugge Standaard, Genk Lokeren en wij tegen Anderlecht. Dus Anderlecht kunnen we bieden en Brugge tegen Standaard, maar het is wel op Brugge. Dus ik ben benieuwd. Laatste wedstrijd van het seizoen, jongens. Oh, we gaan dat knallen. Oké, jongens, we gaan eraan beginnen. De clash, de clashers. We kunnen dus nog eerste worden in de competitie. Maar dan moeten we bij de rust al kunnen zien of dat Brugge aan het winnen is, ja of nee. Al sinds tweede plaats zitten we nog in. We moeten gewoon winnen nu tegen Anderlecht en we hebben de tweede plaats. En als we verliezen of gelijk spelen, moeten we nog kijken naar wat dat Lokeren aan het forceren is. Dus hier, alleszins al een fout van de Borre. Geef hem maar al een kaartje, ja, voilà. Goed, voor het begin van de wedstrijd. Nee, hier komen ze Anderlecht. Steppen, wat een save. Bal is nog niet volledig weg. Kom aan. Nee, oh, bal gaat naast. Steppen heeft mijn team echt al zoveel gered dit seizoen. Zonder hem in doel waren we echt nergens gekomen. Oké, jongens, de eerste helft zit erop. Het is nog altijd 0-0, dus alles kan nog gebeuren in deze wedstrijd. Nu kijken hoe dat het bij Brugge zit. En Club Brugge is aan het verliezen tegen Standaard, jongens. Lokeren is aan het gelijkspelen tegen Genk. Dus als we kunnen winnen, dan zit het erin. Als Brugge echt verliest tegen Standaard, dan kunnen wij gewoon nog kampioen worden. Dus we moeten rustig blijven. En hopen dat Zivkovic nog eens een van zijn sikke acties gaat bovenhalen. Nee, hier komt Anderlecht. Hier komt Anderlecht heel dicht bij ons doel. Bal is gelukkig te ver. Nee, overgekopt. Oh, het 70ste minuut. Komt eraan. We hebben al onze wissels ingezet. Umaru is erop gekomen. Mini Messi is erop gekomen. Wilmij is er ook nog als vervanger bijgekomen. En nu moeten we doen, eigenlijk moeten we alles of niet spelen. Anders zijn we toch derde, omdat Anderlecht meer punten als ons heeft. Dus we moeten gewoon voor die winst gaan. 90ste minuut gaat in, jongens. 90ste minuut gaat in. En worp voor ons. Het zal van Umaru afhangen, denk ik. En wel dat Chumacero hier aan een zeer goede actie bezig is. En hij wordt getackled. Ja, ja, penalty 90ste minuut. Oh my god, jongens. Dit is echt het gekste ooit. Stel je voor, kampioen worden nu met een penalty in het 90ste minuut. Oh, mini Messi. Oh, jongens. Stel je voor, met een penalty in het 90ste minuut. Kampioen worden. Deze mogen we nu niet missen. Oh, wat een stress. Wat een stress. Sawané staat klaar, heeft nog geen enkele gemist dit seizoen. Oh, die bal gaat iets te wijd. En is het? Is het? Jawel! Jawel! Als Brugge nu niet heeft gescoord, zijn we gewoon kampioen. Oh! Stel je voor dat we kampioen zijn, jongens. Nu alles op de defensie. Alles op de defensie. Yes! Het zit erop. En zijn we kampioen of niet? Denk het niet, nee, we zijn geen kampioen geworden. Oh, wat een spoiler. Het seizoen zit erop, Jori. Oh, stel je voor dat we kampioen waren. Tweede plaats voor ons team. Wat heeft Brugge dan nog gedaan? 1-1 gespeeld. Nee, 0-2 verloren. Raar. Zeer raar. Ik dacht dan dat ik voor Brugge zou uitkomen, maar blijkbaar niet. Nou, dan eens kijken hoe dat het komt. Jawel, Waasland-Beveren, eerste. Eerste plaats, voilà. Ah, en dan puntentelling wordt daarbij gerekend. Kijk, dat is echt iets heel raar met dit playoff systeem in België. Want volgens mij wordt dat echt niet meegerekend in de eindingen. Maar wij gaan gewoon zeggen dat wij kampioen zijn geworden. Ook al zegt FIFA misschien van niet. We hebben 44 punten.
Dus je ziet, ja, we staan hier duidelijk eerste in de tabellen. 1 punt meer dan Anderlecht, Theater 3 en 4 heeft. Lokeren wordt vierde, Standaard vijfde en Genk. Doelman van het seizoen is Steppe. Terecht. Zivkovic is topschutter, dus heeft de gouden schoen. Speler van de maand was ook Steppe. En wauw, wat een strijd, jongens. Wie had dat ooit verwacht? Wij worden eigenlijk kampioen. Oké, we hebben de beker misschien niet ontvangen, maar... toch, echt gek. En nu eens even kijken naar spelers. Arslanovic had al mooi plus 2 gekregen. Adi plus 1, Raoul, Henken, Sawané. Een paar dingen minder en dan anderen weer bij. Moussunda plus 2. Storm, Zivkovic plus 3. Ajax zal al zeer blij zijn. Bourabia ook nog plus 1 gekregen. En veel spelers gaan volgend seizoen terug gaan naar de ploeg. Schumacheru nog altijd min 1. Een paar dienstjes zijn al terug plus gegaan, maar er was ook veel omlaag gegaan. Jammer genoeg. Bojovic plus 3. Hubert, Wilmet. Niels de Pauw plus 3 met zijn team waar we hem naartoe hebben gestuurd. De Flem plus 4. En ja, ik hoop dat jullie van dit seizoen hebben genoten, jongens. We komen terug met seizoen 2. Maar eerst en vooral gaan we ons tussenseizoen spelen met die sikke serie, hè, waar dat we met die old school boys competitie zitten, met iedereen terug te halen. En ja, ik hoop dat jullie van deze serie in ieder geval enorm hebben genoten. We zullen wel mogen blijven bij Beveren. En tot volgend seizoen, jongens. Bye.